Hi allemaal, ik ben Jelin en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer weer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet gewoon je eigen natuurlijke haarverzorgingsbedrijfje opzetten? Nou, Mariette Sommer is vandaag hier en zij heeft Mills haarverzorging opgezet. En ze gaat me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Mariette. Hi Jelina. Neem me niet kwalijk, ik ga de hele tijd lachen. Hoe gaat het? Goed, met jou? Gaat lekker. Dat is goed. Dat is goed. Zo, voor wie je nog niet kent, en dat is het grote totale schande. Misschien kan je in het kort even vertellen wie Mariette is. Mariette is een kruishaarliefhebber. En nog veel meer. Maar nog daarover veel. Gaan we niet nee, praten. Nee, we gaan het afbakenen. Hè? Ja. En ik heb een onderneming opgezet waar ik Creoolse dames help met het verzorgen van hun natural hair. En ze ook leer houden van hun natural hair. Want soms willen ze het verzorgen, maar ze vinden het niet mooi. En dan, vooral kinderen. En dan help ik ze om door middel van leuke haarstijl. Haarsteltjes, dan toch meer hun confidence te boosten. Is dat, merk je dat heel veel, dat kleine Creoolse meisjes niet houden van hun Meestal heb je dat als hun moeder veel wavy, of om het zo zeggen. Maar hun moeder, als hun ouders veel protective styles dragen, zoals wave en dat soort dingen. En dan kijken ze, meestal kijken kleine kinderen op naar hun ouders. En dan vinden ze je haar niet mooi. Of als hun moeder bepaalde dingen tegen ze zegt, u weer die moeilijkheden, u weer die lasten. Dan wie gaat van zijn haar houden als je dat zegt. Ja. Dus dan heb je dat? Heb ik dat. Maar no fear, want Mariette is hier. En Mariette heeft gezegd, oké, luister dan. We gaan hier een kleine business van opzetten. Of nee, deze kleine business. We gaan een business opzetten. En ik ga mensen leren hoe je ermee om moet gaan. Dat het ook mooi is. En dat het ook gewoon goed te verzorgen is. Dus hoe is dat proces voor jou gegaan? Ik wil bijna zeggen, it was years in the making without me knowing. Kan ook. Ja, dus het is bij mezelf begonnen. Ik denk toen ik slaagde van de lagere school, heeft mijn moeder voor me gestreed. En ik heb altijd gehouden van groot. Dik haar. Maar wanneer je streed, naarmate je het steeds doet, wordt het kleiner, dunner. Het begint af te breken. En ik begon te switchen terug naar cruise. En dan heb ik curly geprobeerd. En dan weer terug naar cruise. En dan weer gestreed. En ik zat gewoon een dag op het werk. Ben ik gaan googlen van, can black people have big hair? En toen ging er een site open met... Ik weet niet precies meer hoe die dame heet. Maar ik zag een Creoolse vrouw met groot haar. Ik ben nooit meer gaan streken. Never. Dit is hem. I said, no sir. Olive oil. Just for alles, me. Alles. Ik kan me herinneren, ik zou volgens mij een paar dagen daarna mijn volgende streetafspraak hebben. Ik heb het afgezegd. I said, no. We gaan hiervoor. En zo is het begonnen. Dus toen begon mijn journey. Ik begon te googlen over hoe ik het kan onderhouden. En ik heb het gewoon jaren gedaan. En ik ben iemand, ik deel vaak iets dat ik geleerd heb. Deel ik meestal op social media. En toen kreeg ik een following. Ik startte een page. En ik begon video's te maken. Dus dat alles heeft gemaakt dat op het moment ik postte van... je kan bij mij terecht voor het verzorgen van je haar. Als iedereen eindelijk! It's about time! It's about time. En zo is het allemaal gegaan. Oké, je was er klaar voor. De business werd geopend. Wat zijn de diensten? Want ik zie je kan je haar laten vlechten... losmaken ook. Dus wat kunnen we allemaal doen als ik hiermee bij je kom? Wat kunnen we ermee doen? Hangt er vanaf wat je wil doen. Ik zie mezelf als die
je weet, wanneer je zou vlechten, dan, en je hebt niemand in huis, zou je buurmeisje of je buurvrouw je komen helpen. I'm the best friend, die je belt. Dus als zou het zijn, je haren wassen, en omdat je gaat vlechten, omdat je vals haar gaat aanbrengen. Vandaag nog had ik een klant, ze is gewoon komen wassen, feunen, en dan moest ik 10 cucumbers naar achteren doen, want ze zou een pruik op doen. Je kan komen om je valse vlechten los te maken, je kan komen om te stomen, je kan komen om te twisten, te vlechten. Ja, de basics, gewoon de basics van Kroeshaar. You got it. Oké. Okay. Ivor, er zijn zelf, heb ik pas meegemaakt, er zijn zelf dames die... ze doen een wash and go. Mm-hmm. Ik kan dat niet. Ik heb het niet gedaan. Maar ik had een hoogzwangere, of ik heb een hoogzwangere vriendin die kwam. En ze wilde een wash and go doen voor de zoontjes uitreiking. En ze is met alles gekomen. Ze heeft me gewoon gevraagd, just be my hands. Mm-hmm. Dus precies wat ze me zei om te doen, heb ik gedaan. En het is gelukt. Mm-hmm. So I am the best friend you call als je hulp nodig hebt met je haar. Ja. Amazing. Hoe is het proces precies? Kan ik je een berichtje sturen? Dan kan ik vanmiddag komen. Hoe ver van tevoren moet ik een afspraak met je maken? Kom je naar mijn huis of moet ik naar jouw shop komen? Zo, dus als je me een appje stuurt en ik heb open spots, dan mag je die dag zelf komen. Meestal als men me vraagt om aan huis te komen, heb ik graag dat je het van tevoren doet. Dat ik met alles inpakken en je weet toch. Dus voor aanhuisafspraken dan graag van tevoren. Maar als je het misschien, hoe noem je dat, als je een rush iets is, als je een spoedgeval is, kan je me wel appen. Want er zijn klanten die me soms 8 uur 's avonds in mijn huis halen. Mm-hmm. Maar dan weet ik dat misschien is het een moeder die pas 's avonds tijd voor zichzelf heeft. Of iemand die morgenochtend vroeg een meeting heeft. En ze heeft kroeshaar en je weet hoe dat is. Your hair will deceive you. Maar dan help ik graag, ja. Dus zo gaat het daartoe. Depending if I have the spots open, ga ik je helpen. Maar aan huis heb ik graag dat je me een paar dagen van tevoren vraagt. En kan ik me erop voorbereiden. Oké. En ik kan ook gewoon met elk modelletje bij je komen. Als ik op Pinterest zie, kan ik voor je sturen en jij fixt het ook. Ik laat men weten wat ik kan. En sommige, als het iets is met vals haar, laat ik ze ook weten dat ik geen vals haar weet te vlechten. Maar als ik je toevoeg, heb ik een soort catalogus op mijn app. Dan kan je zien wat ik allemaal al kan. En daaruit mag je iets kiezen of een beetje variatie brengen erin. Dus zo maken die mensen je afspraken. No, it's not rocket science. Not really. Yeah. Stel, ik ben een moeder die... Oh, er is een moeder die nu kijkt en denkt van... Ik heb hier twee kleine meisjes hier met een mooie, volle bos haar. Bestaat de mogelijkheid bijvoorbeeld dat ik een abonnement bij je afneem... dat ik elke zaterdag mijn kindjes zou brengen en dan fix je haar voor de week? Ja, yeah, dat is mogelijk. Mm-hmm. Dat heb ik ook, ja. Mm-hmm. Ik heb abonnementklanten. Ze komen, je mag kiezen als ik... Je mag kiezen tussen... Om de ene week wassen vlechten, elke week wassen vlechten of alleen vlechten. Ja. Oh. Seems like you got it all figured out. Naarmate je bezig bent, dan verander je enkele dingen. Mm-hmm. Maar toen ik pas begon, waren er ook een paar belinders. Mm-hmm. Part of the process. Part of the process, inderdaad. En nu gaat het steeds beter en ik leer ook nieuwe dingen, net als die wash and go. Dus die klanten zelf leren je enkele nieuwe dingen of ze... als je zo bezig bent, vooral als het iets nieuws is, dan zeggen ze, je begint met deze. Zolang het gaat om vlechten, kunnen we iets fixen. Ja, toch? Meestal zeggen ze, niet vlecht dit eerst. Zet dit aan deze kant. Laat dit een beetje lager. Dus zo een band bouw ik op met mijn klanten. Je bent al een tijdje in je business, in je branche bezig. Je hebt heel wat types al ontmoet. Groot, klein, weet je. Je kennis wordt steeds ruimer. Maar als ik je nu zo vraag, wat is the biggest misconception that people have about natural hair, of black hair, quote unquote? Dat het niet groeit. Mm-hmm. Ja, de meeste mensen zeggen, maar groeit niet. Mm-hmm. Maar als je ze vraagt wat hun routine is, dan zie je dat ze misschien hun haarroutine... Zorg ervoor dat je haar sneller afbreekt dan dat het groeit, waardoor ze hun lengte niet zien. Maar wanneer ze dan enkele tips geven en ze gaan er... Of als ik zelf, als ze een abonnement bij me hebben en ik verzorg hun haar...
En merken ze misschien na 3 maanden al van, hey, maar het wordt inderdaad dikker, het wordt inderdaad langer, of ik deed iets verkeerd. Of ze gebruiken producten die hun haar afbreekt of dunner maakt. Dus zulke dingen kreeg ik hoor, in de salon. Mm-hmm. Dus de biggest misconception is dat je haar niet groeit, of dat het niet langer gaat worden. Oké, nou. Nee, ik ga het niet zeggen. De meehoofd denk ik dat ik vroeger toen ik klein was, zette ik altijd een soort gel. En dan mijn oma had gladde haar en zo. Dus ik zei, oma, kijk, van mij gaat ook zo worden. Dus mijn oma keek ook naar me van, boy, het is alleen stelen met die gel zo erin hebben getrokken. Dus zulke dingen maken ook dat kinderen niet van hun haar houden. Wat je denkt al bij jezelf, maar gaat nooit zo lang worden. En daarom ben ik ook ermee begonnen, omdat ik hield van mijn haar, mijn kroeshaar toen ik klein was. Ik hield echt van mijn haar. Maar ik hoorde zo vaak van mijn tantes, if you straight you weary, oh mooi jere. Mm-hmm. En ik had zoiets van, waarom is mijn haar niet mooi? Waarom is het nu niet mooi? Dus toen ik zelf mocht kiezen, terug te gaan naar mijn kroeshaar. Eerst wat mijn moeder me zei, ik vlecht je haar niet meer, je bent al groot. Dus I was winging it. Ik zag er scheidingen, waterkastrolie. I was winging it. Maar het is aardig gelukt. En nu ben ik dan met een nieuwe journey gestart. En dat is mijn micro-log journey. Looks amazing. Thank you. Nou, Mariet, ik zou zeggen, keep doing what you're doing. The world needs more Marietas. Telling us to love our hair and love ourselves as we are. En ik hoop dat iedereen die nu thuis zit en kijkt en denkt van, ik weet niet wat ik met mijn haar of mijn kind haar moet doen, dat ze direct bellen en gaan naar de page van Mariette en gewoon afspraak boeken. Ja, I got it. Ja. Nee, maar serieus, er zijn heel veel mensen die, ik vind die overthinking wanneer het gaat om kroeshaar, dan... Wanneer ik zo met ze in de salon ben en ze stellen vragen, dan zien ze van, oh, zo makkelijk, oh, dat alleen. Ik moet zoveel producten kopen. Ik zeg, mevrouw, als u water en kastrolie alleen hebt, that's all I had in the beginning. Want ik zag een video die zei, geen haarvet. Mm-hmm. Het enige wat ik had was water en kastrolie. Pas later kwam shea butter en dat soort dingen. Maar ik begon echt alleen met water en kastrolie. That's all I had. No. And look at you now. Mariette, ik wil je bedanken voor het komen. Graag gedaan. En alvast heel veel succes verder met alle boekingen die je gaat krijgen. Thank you. Thank you so much. Honor is mine. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Mariette zomaar bij ons in de studio. En zij heeft haar eigen business opgezet. Die zich specialiseert in de verzorging van natuurlijk kroeshaar. Ze zegt je precies wat ze kan en wat ze niet kan. Ja. En ze is daar om jou te helpen. She's literally the girl next door. Your bestie who gets your hair fixed and ready to go in its natural glory. Dus als jij nu thuis zit en denkt van, hey, ik heb hulp nodig. Of mijn kinderen, hun haar moet ook gewoon gefixt worden. En ik heb de tijd niet en ik wil dat het goed wordt gedaan. Of ik wil gewoon een beetje extra liefde. En ik wil dat iemand het voor me doet. Dat is Mariette your girl. Dus je gaat gewoon naar de pagina Mails Haar Verzorging. Of je ziet er een appje op het nummer dat nu in beeld komt. Ze gaat je sturen naar de catalogus. Je kan precies zien wat ze willen. En ik kan, kom niet met die valse vlechten dingen op de. Ze gaat jullie niet helpen. Ze is voor de natural hair care. Dus app er gauw. Ga naar de page. Maak je afspraak. En get the love you need for your hair. Because that's what she's here for. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.